Dimitri Dazeleren, 1-1 tegen Antwerp. Wat is jouw analyse? Analyse, eerst zelf redelijk gesloten langs beide kanten. Moeilijk spel, zij waren vrij goed georganiseerd, moet ik zeggen. We geraakten er heel moeilijk door. We vonden moeilijk de diepgang. Als we dan eens doorkwamen, was de laatste pas misschien altijd niet goed. En stonden ze met heel veel van achter. En ik denk dat de tweede helft, als we de bal recupereerden, direct de hoekschin in of de diepte in. En dan hebben ze toch wel pijn kunnen doen. Heel veel veerkracht na de rust en na dat doelpunt? Ja, ik denk dat we heel de hele tweede helft getoond hebben dat het sterkte van dit seizoen, dat we toch wel na een moeilijke situatie, na een 1-0, een 0-0, toch het verschil kunnen blijven maken. Door terug te komen, door er misschien nog over te gaan. Vandaag dat even goed 2-1 voor ons kunnen zijn, want ik denk dat zij de tweede helft heel weinig hebben gedreigd. Dus ik moet zeggen, dit is TVV vandaag toch zeker in de tweede helft getoond wat we al heel het jaar zeggen dat we graag mee willen doen. Vol stadion, dikke ambiance. De sfeer was top langs twee kanten. Zij komen met veel volk en wij hebben zeker niet moeten onderdoen vandaag. Want ze zeggen altijd, daar zit 11.000 man. Ik denk dat er vandaag ook 8.000, 9.000 zaten. Dus dit publiek is heel fijn om voor te spelen. En ze hebben ons hele match goed gesteund. Welke lessen trek jij nu uit deze wedstrijd? Wie van de twee ploegen maakt meest kans op een eindrondeticket of promotie? Dat is moeilijk om nu al te zeggen. We zijn 10 matchen ver. We hebben twee toppers gehad. Ik denk dat we twee keer zeker niet hebben ondergelegen. Dat we twee keer mee hebben gedaan. Dat we denk, vandaag iets meer konden meedoen dan de vorige op Westerlo. En wie doet er dan mee? De vijf liggen heel kort tegen één. Ik weet niet, ik heb Antwerp-Eupen gezien. Toen vond ik Antwerp beter. Het zal van de dag zelf afhangen, denk ik, van de vorm. Vandaag niet zo'n beetje geluk kunnen we de topper winnen. En is het 4-6 in de toppers. Dus het is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het seizoen wordt waarin de details zullen beslissen. En als die bal vandaag niet afwijkt langs de twee kanten, is het nog altijd 0-0. Dus het is een heel raar seizoen.